Liefde gemeente, als de Heere het geeft, dan hopen we vanavond weer te beleiden, zittende ter rechterhand Gods, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dan hopen we met Christus kerk te beleiden dat de Heer Jezus terug zal komen op de wolken ten hemel in heerlijkheid en majesteit. En geliefde ouderen en jongeren, ziet u, zie jij, zien wij daar ook naar uit. Dat Hij dan terug zal komen om gericht te oefenen over zijn vijanden en om zijn schapen en gelovigen eeuwig tot zich te vergaderen in heerlijkheid en zaligheid. Verlangt u daar ook naar en jij met groot verlangen dat de Heer Jezus terug zal komen en dat Hij de hoogste trap van zijn verhoging zal mogen ontvangen die Hij zo eeuwig waard is. Dat dan alle verachting en haat jegens God en Christus en zijn kerk zal zijn afgelopen. En dat dan God en Christus alle lof en eer zullen ontvangen en eeuwig zullen worden toegebracht. Wel, mag u daar naar uitzien en jij ook, omdat je de Heer Jezus lief en nodig hebt leren krijgen als je borg en als je zaligmaker. Mag het zo zijn dat je daarnaar verlangt en de Heer ook zo graag die eer gunt die Hij zo waardig is? Of ligt het heel anders in je leven? Dat je in het geheel eigenlijk niet bezig bent met die wederkomst van de Heer Jezus. Nee, je bent zo bezig met je dagelijks werk, met je gezin, met je studie op school, met de beslommeringen van het ouder worden, dat je niet toekomt aan de voorbereiding op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wel, gemeente, zo waarachtig als de Heiland gekomen is bij zijn eerste komst in zijn vernedering, dat de Heer zich vernederd heeft tot in de kruisdood, tot redding van zondaars, zo waarachtig Hij bij zijn eerste komst gekomen is, zo waarachtig komt Hij straks terug, maar dan in heerlijkheid en majesteit, om te oordelen de levenden en de doden. En de Heer Jezus die roept ons op, om ons op zijn komst voor te bereiden, om te waken, opdat die tweede komst van Hem ons niet zal overrompelen en verschrikken. En we met Gods vijanden voor eeuwig moeten worden geworpen in het eeuwige vuur. De Heiland roept ons op om te bedenken wat tot onze eeuwige vrede dient. Om voor de Heiland en Gods woord te buigen. En met onze zonden en ellenden ons tot genezing te wenden tot de Heer Jezus Christus. Om zo door het geloof schuilend bij Hem geborgen te mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. Om met de gezaligden de hemelse blijdschap en heerlijkheid te mogen beërven. Om dan eeuwig en dan volmaakt de drie enige God te loven en te prijzen. We willen met Gods hulp vanmorgen samen een ogenblik nadenken over het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan 10 maagden. Dat schrijven we erboven. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan 10 maagden. En dan zien we in die gelijkenisgemeente die de Heiland vertelt 4 dingen. In de eerste plaats horen we van kerkmensen. De tweede plaats horen we van naamchristenen. In de derde plaats horen we van ware gelovigen. En de vierde van Christus wederkomst. We beschrijven de bovende woorden die de Heiland ook zelf gebruikt. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan 10 maagden. En dan zien we 4 dingen. Eerste gedachte is kerkmensen. Tweede gedachte naamchristenen. Derde gedachte ware gelovigen. En de vierde Christus wederkomst. Als dan, zegt de Heiland, zal het Koninkrijk der Hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Als dan, dat is als de Heer Jezus zal komen ten oordeel tot schrik voor de ongelovigen en tot heil voor zijn gelovigen.
Als de Heer Jezus zal wederkomen, dan wordt ook dat koninkrijk der hemelen vervuld. Dan zal het zijn definitieve voldooiing ontvangen, zijn heerlijkheid. En als dan Christus komt en het koninkrijk der hemelen zal worden voltooid, dan zal het met Christus kerk op aarde zijn, zoals het gaat met 10 bruidsmeisjes op weg naar de bruiloft, onderweg naar de bruidegom. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn, zegt de Heere, gelijk 10 maagden welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. De Heere die gebruikt hier een beeld uit het dagelijks leven, dat van een oosterse bruiloft. Dat voorbeeld dat was voor de discipelengemeente wel heel duidelijk en bekend. Wij hebben er wat uitleg bij nodig. Van een bruiloft, een huwelijk van bruidegom en bruid, wel, daar maakte men in het oosten heel veel werk van. Er werd een feest van gemaakt. En het belangrijkste was als de bruidegom in de avond, omringd door zijn vrienden en bekenden, zijn bruid ging halen uit het ouderlijke huis. Na een ontroerend afscheid leidde hij zijn bruid in een feestelijke stoet op weg naar hun nieuwe woning. En dat was een ware triomftocht. Het ging gepaard met muziek en met dans. En omdat het 's avonds gebeurde, werd de stoet ook door fakkels en toortsen verlicht. En op een gegeven moment sloten de vriendinnen van de bruid zich bij de bruidsstoet aan. De bruidsmeisjes, de vriendinnen van de bruid, die hadden onderweg gewacht aan de kant van de weg, totdat de bruidegom met zijn bruid eraan kwam. En vervolgens sloten die bruidsmeisjes, die vriendinnen zich aan bij de bruidsstoet van de bruidegom en de bruid, om de feestvreugde mee te maken in de bruiloftzaal. Maar die bruidsmeisjes moesten wel een brandende lamp bij zich hebben. Anders konden ze niet mee in de bruidsstoet en anders konden ze ook niet mee in de bruiloftzaal. En zo moesten dus die bruidsmeisjes brandende lampen hebben. Dat licht gaf de blijdschap aan over het huwelijk van de bruidegom en de bruid. En dat licht dat verlichtte ook mee de optocht in die avond. En die lampen die branden ook ter ere van de bruidegom. Wel nu, gemeente, heel dat beeld staat de Heere Jezus voor ogen als hij die gelijkenis vertelt van die 10 bruidsmeisjes. Hij is hier de bruidegom die op Gods tijd zijn bruid komt halen en heen gaat leiden naar de hemelse bruiloftzaal. En als de Heere komt, dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk aan 10 maagden. Dat getal 10, dat duidt in de Bijbel het getal aan van aardse volkomenheid. Met het getal 10 wordt dus het geheel van de zichtbare gemeente, de zichtbare kerk van de Heere Jezus aangegeven. De zichtbare kerk van de Heiland. Het gaat hier dus, geliefde gemeente, vanmorgen om kerkmensen. Zoals u, jij, maar ook ik. Hoe wij staan en hoe wij leven ten opzichte van de wederkomst van de Heere Jezus. Dus dat betekent, gemeente, die tegenstelling die straks aan de orde komt tussen die dwaas en die wijze maagden, gaat het niet om de tegenstelling tussen kerkgangers en buitenkerkelijken. Daar zouden we vanmorgen de breed voor kunnen gaan zitten. En dan zouden we achterover kunnen gaan leunen van wij zijn trouw in de kerkgang. Wij gaan trouw op onder het woord. Met mij zit het wel goed. Nee, het gaat bij die 10 maagden over ons. U, jou en mij. Het gaat hier over kerkmensen. Mensen opgevoed onder het woord. Mensen opgenomen in Gods genadeverbond. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Naam christenen. Op het eerste gezicht, gemeente, zie je geen onderscheid tussen die 10 bruidsmeisjes. Ze hebben allemaal lampen en die lampen die zitten jongens en meisjes op een lange stok. En daarbovenaan zit een bakje waar een olie zit met een pit. En allen, die 10 maagden, zijn voornemens om de bruidegom, de bruiloft tegemoet te gaan.
De kanttekenaren die merken op, die lampen, dat is de christelijke belijdenis. Wel gemeente, nu jij en ik, wij houden ook vast aan de christelijke belijdenis, niet waar? Wij gaan op onder een zuivere waarheid. En we mogen elke zondag horen dat we wederom geboren moeten worden. Maar dat we ook wederom geboren kunnen worden. Dat we van dood, geestelijk dood, levend moeten worden gemaakt. Maar dat dat ook kan door Gods genade werken. En dat we verlost kunnen worden door de Heer Jezus Christus van onze diepe nood van de zonde. En de Heer heeft ons en onze kinderen ook in zijn genadeverbond opgenomen. Waarbij hij belooft, ik wil u tot een God zijn en jou tot een God zijn. En ik wil je alle heil schenken door en in die middelaar van het verbond, de Heer Jezus Christus. En verder, u gelooft in de Bijbel, u leest in de Bijbel, u zingt en u bidt en u gaat trouw naar de kerk. En we dragen allemaal de christennaam. En we willen ons ook houden aan dat artikel van de christelijke belijdenis, dat de Heer Jezus terug zal komen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En wellicht denken we ook nog ter bruiloft te gaan in de koninklijke hof. En toch, geliefde oudere jongeren, toch zegt de Heer Jezus, 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Er zit een wezenlijk onderscheid tussen die 10 maagden. Dat doorgaat tot op de kern. Ook in onze gemeente hier in Sliedrecht is een wezenlijk verschil tussen bekeerd en onbekeerd. En de scheidslijn loopt er dwars doorheen, lieve mensen. Dwars doorheen. En bij die 5 dwaze maagden is het Christen zijn alleen iets aan de buitenkant, een uitwendige zaak. Zeker, uiterlijk doen ze goed mee, gemeente, met de gemeente. En met het gemeentelijk leven. En ze staan goed aangeschreven onder de mensen. Goed aangeschreven als geachte burgers in kerk en de maatschappij. En toch zegt de Heer Jezus, dwaas. Hij dan zegt, van die dwaze maagden die dwaas waren, dat ze haar lampen wel namen, maar geen olie met zich meenamen. Geen olie. Kanttekenaren van de Statenvertaling die merken op, ze kenden het waar zaligmakende geloof niet. Ze kenden het waar zaligmakende geloof niet. En iemand anders die merkt op, olie dat ziet op het werk van de Heilige Geest. Die dwaze maagden, ze kennen het werk van de Heilige Geest niet, die het woord toepast aan het hart, die een band legt aan de Heer Jezus Christus, een liefdes- en geloofsband. En die dwaze maagden die zeggen te geloven in de Heer Jezus, ja, maar ze kennen niet de geestelijke strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Hun ogen zijn niet opengegaan voor hun schuld en verlorenheid voor God. En de grote nood waar wij mensen mee besmet zijn. De nood van de zonde. Dat hebben ze niet gezien. Niet goed gezien. En daardoor weten ze ook niet van die tollenaarsbeden. O God, wees mij zondaar genadig. En daarom zijn ze ook nooit eens echt verlegen geweest om de Heer Jezus en zijn middelaarswerk. En hebben ze hem ook nooit echt lief gekregen, omdat ze nood, de diepe nood van hun leven niet zijn gaan zien. Daarom is er ook geen roepen en geen smeken geboren om de Heer Jezus Christus. De heiland zegt, die dwaas waren, hun lampen nemende, namen geen olie met zich. De dwazen onder de kerkmensen hebben de christelijke belijdenislamp wel bij zich, maar ze hebben geen band aan de God van de belijdenis. Geen band aan de God van de belijdenis. Geen liefdes, geen geloofsband aan de Heer. En die dwaze maagden, vertelde hij dan, die denken er ook niet aan om extra olie mee te nemen in een kruikje. Ze denken er niet aan dat die bruidegom wel eens wat langer kan vertoeven en weg kan blijven.
En dat ze dan zonder olie, zonder brandstof zitten voor een lamp. En dat die lamp dan uitgaat en dat ze dan niet klaar zijn om met de bruidegom mee te gaan naar de feestzaal. Nee hoor, dat zal allemaal best wat meevallen. Niet zo zwaar en niet zo moeilijk. Natuurlijk zullen ze wel met de bruidegom naar het feest gaan. Anders moeten ze ook zoveel meenemen. Nee, dat komt allemaal wel goed. En ze willen zich niet onderzoeken of ze wel klaar zijn voor de ontmoeting met de bruidegom. Die dwazen onder de kerkmensengemeente willen niet controleren hoe het zit met hun oliepeil. Of hun geloof wel echt is. Of dat het maar voor een tijd is. Of een wondergeloof. Ze willen wel naar de hemel, o ja. Maar ze hebben geen echte band aan de bruidegom van de hemel. De Heer Jezus Christus. En gemeente, ze zijn vijanden van zelfonderzoek. Daar zijn ze vijand van zelfonderzoek. U toch niet, lieve oudere jongeren. En jij toch niet. Weet u gemeente, de Heer die heeft niet één voor ons over om verloren te gaan. U niet, jou niet, mij niet. Heeft niet één van onze voor over om verloren te gaan. Daarom is dat zelfonderzoek ook zo belangrijk. En daarom wijst de Heer daar ook op. Omdat hij niet voor eeuwig zult omkomen, maar samen met de bruid eeuwig feest zult mogen vieren met de bruidegom Christus. En dat je hier al het rijke leven met de Heer leert kennen, dat arme zondaarsleven, dat bedelaars zijn. Aan de troon van Gods genade, dat uitgaan tot de Heer Jezus Christus. Om als arme zondaar te leven van de rijkdom van Gods genade in Christus. Onder hem bewaard en vastgehouden te worden. En zo eeuwig thuis te mogen komen in de hemelzalen. Bid dan nog, Heere, zie op bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij toch op de eeuwige weg. Tot eer van uw naam. En mij tot eeuwig heil. Gemeente, we gaan verder. En dan denken we vanmorgen ook aan ware gelovigen. Ware gelovigen, daar spreekt de heiland namelijk ook over. Want hij heeft het ook over wijze maagden. Vijf waren wijs. En die getallen, vijf wijze maagden, vijf dwaze maagden, dat wil niet zeggen dat Christus kerk op aarde, de zichtbare kerk van de Heer, precies in tweeën gedeeld is. In die zin 50% bekeerd, 50% onbekeerd. Nee, het wil aangeven dat er een groot verschil is in die zichtbare kerk van de Heer, tussen bekeerd en onbekeerd, tussen gemeenteleden, naam christenen en hen die in waarheid de Heere lief hebben en vrezen en met de Heere Jezus leven. Hij dan zegt, maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. En dan merken de kanttekeningen op, die wijze maagden, dat zijn alle oprechte, ware gelovigen. Alle oprechte, ware gelovigen. Iemand zegt misschien vanmorgen, maar dominee, hoe kan ik dat nou weten? Of ik daarbij hoor, hoe kan ik dat nou weten? Nou, dan krijg je het woord van de Heere lief gemeente. Dan weet je van een buigen onder het woord van God. Dan ga je aannemen dat wat God zegt, dat dat waar is. Want dat is geloven. Dan ga je de Heere en zijn woord betrouwbaar achten en daarvoor buigen en bukken. En dan geloof ik het woord van de Heer als ik aangewezen word als zondaar die tegen al de geboden Gods gezondigd heb. En dat ik de Heer vertorend heb en bedroefd heb met mijn zonden in woorden, werken en gedachten. Dan zeg ik, Heer, dat klopt. Dat is zo. En dan ga ik dat ook voor de Heer belijden, gemeente. Dan ga ik dat ook voor de Heer bewenen. En dan erken ik tevens het doemvonnis en de vloekdood van God verdiend te hebben naar recht. En dan kom ik er ook achter door de leiding van de Heilige Geest dat ik die schuld aan God zelf nooit kan betalen. En dat ik er ook niet kom met allerlei voornemens.
Maar dan leidt Gods geest mij door het woord ook verder. En dan worden mijn ogen geopend voor de heerlijkheid en de begeerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat wat ik niet heb en wat ik verzondigd heb en verprutst. Dat alles wat tot zaligheid nodig is, tot afwassing van de zonde, tot gerechtigheid, tot eeuwig leven, dat dat in hem ligt. En dan leer ik ook arm en naakt met schuld beladen tot die gezegende Christus heen te gaan. Dan laat de geest het zo duidelijk zien door het woord. Alles wat nodig is om zalig te worden, dat ligt in hem. Zij lijden en sterven. Daardoor is het mogelijk dat zelfs de voornaamste van de zondaars behouden kan worden. En zijn offer kan uw stroom van ongerechtigheden volkomen zuiveren en reinigen. En zo, gemeente, onder het woord, door de Heilige Geest, overreed de Heere me. Trek de Heere me. Dan wordt hij me te sterk. En dan kan ik niet anders dan met mijn armoede en schuld heen vluchten tot de Heere Jezus. Om bij hem te schuilen. En dat te mogen ervaren. Dat de Heiland me opvangt in zo'n doorboorde liefdesarmen. En dat de Heere zegt, nou ben je voor eeuwig van mij en ik voor eeuwig van jou. En die schuld heb ik weggedragen, niet alleen voor anderen, nee, ook voor jou. En dan mag ik door hem met God de Vader verzoend worden, gereinigd van mijn zonde, bekleed met zijn gerechtigheid. Dan schenkt en rekent God de Vader mij het werk van de Heere Jezus Christus zo volkomen toe, al had ik nog nooit gezondigd. Maar al de gehoorzaamheid volbracht die de Heiland voor mij volbracht heeft. O lieve mensen, wat dan een wonder. Wat dan een blijdschap in de Heere over het heil door God de Vader uitgedacht. Door de Heere Jezus aangebracht en door de Heilige Geest aan mijn ziel toegepast. Dan mag ik ook smaken en vrede met God die alle verstand te boven gaat. Dan mag ik hier al zaligheid in God in Christus genieten. En dan zijn er momenten in je leven dat je zegt, Heer, als het hier dan al zo rijk is, wat zal het dan straks wel niet zijn om in die hemelse heerlijkheid u altijd, o drie enige God, groot te mogen maken. En als je zo geliefde gemeente het leven met de Heere kennen mag, dan word je ook zo gunnend ten opzichte van je naaste. Dan gun je ook die anderen het leven met de Heere en het heil in Christus. En dan prijs ik Christus ook aan anderen als de rijkste, dierbaarste heiland en borg en koning die er is. En een uiting van het ware geloof, daar kun je het ware geloof ook altijd aan herkennen, gemeente. Een uiting van het ware geloof is dat de Heere geen grote mensen maakt, maar kleine mensen. Dan ga ik me niet boven een ander verheffen. Nee, dan word ik ootmoedig en klein. Dan ga ik groot denken en groot spreken van God en Christus en het werk van de Heilige Geest. En het wonder dat de Heer naar mij zelfs heeft omgezien. En dan wordt dat wonder steeds groter en groter. Of niet? U die de Heer mag liefhebben en kennen. Wordt het wonder nou niet steeds groter voor je dat God naar je heeft omgezien? Dat hij met je begonnen is, maar waarempel ook nog met je doorgaat. Gemeente, wat groot. En wat u en jij ook al zo klein voor de Heere, een diep schuldige zondaar, een bedelaar. En werd God en Christus nu ook zo groot voor u en jou in zijn liefde om zondaars te redden, om u te verenigen met God. Nou, dat zijn de kenmerken van het ware geloof. En ook een kenmerk van het ware geloof is dat je weet dan, gemeente, van geestelijke strijd en van aanvechting in het geestelijke. Er is geen kind van God op die weet van geestelijke strijd en aanvechting. En daar ben je ook geen vijand van zelfonderzoek voor Gods aangezicht. Want immers, je onderzoekt je liever voor de Heer een paar keer extra dan dat je eeuwig vergist en voor een gesloten hemelpoort komt. En je worstelt en je bidt, Heere, wilt u er nog eens inkijken in mijn binnenste? Of het nu ook werkelijk goed zit met mij in geestelijk opzicht?
En als het niet zo is, Heer, en ik ken u niet en ik ken het geestelijke leven niet, zou u het dan nog willen uitwerken? Zou u het nog willen schenken? En als ik een kind van u mag zijn door genade, Heer, zou u het dan aan me willen bevestigen? En zou u me dan willen verdiepen in het allerheiligst geloof? En zo gebruikt de Heer de strijd en de aanvechting tot loutering. Opdat die eigen gronden leert kwijtraken meer en meer. En steeds meer gegrond gaat worden in Christus en zijn middelaarswerk. Om hem alleen over te houden als de enige grond van je behoud. En zo komt het ook steeds meer openbaar, gemeente. Dat je niet alleen een christelijke belijdenis hebt, een lamp. Maar ook olie in de lamp, het ware geloof dat op God en Christus leert betrouwen en daar zijn heil in zoekt. Maar de wijze, lezen we, namen olie in haar vaten met haar lampen. Dus die wijze maagden hadden niet alleen olie in de lampen, nee, ze namen ook kruikjes mee met olie. Want als de bruidegom een tijd wegblijft, moeten ze verse olie hebben. Zonder nieuwe olie gaan immers de lampen uit. En die wijzen willen niet zonder licht zijn als de bruidegom komt. Ze willen hem niet onteren, maar juist erkennen. Hij is het ook zo waard. Nou, gemeente, zo is het ook met Gods volk en kinderen. Ze willen de Heer Jezus niet onteren bij zijn wederkomst, maar juist hem verheerlijken en groot maken. Samen met heel Christus' bruid. Dat is een hoogst verlangen. Niet maar om de hemel binnen te gaan, maar om even bij God en hun bruidegom en hun heiland te mogen zijn. Om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheen. Nou, ken je ook dat verlangen, oudere jongeren? Ken je ook dat verlangen? Als wij mogen delen in het zaligmakend werk van de Heer, het zaligmakend geloof, dan gaat het hoe langer hoe meer in je leven om zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Dan word je hoe langer hoe meer betrokken op de eer van God. Nou, dan komen we tot onze laatste gedachte. Over de wederkomst van de Heer Jezus. Hoe gaat dat nu verder in die gelijkenis die de heiland vertelt ten aanzien van zijn wederkomst? We lezen die 10 maagden die begeven zich op weg met hun lampen de bruidegom tegemoet. Overigens met een groot verschil, we hoorden dat ook. De dwaze maagden alleen met hun christelijke belijdenis, zonder echt een band aan de bruidegom, de Heer Jezus. En die wijze maagden uit hartelijke liefde tot God en Christus en innig verlangen om eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Maar de heiland die vertelt dat de bruidegom vertoeft, dat hij uitblijft. En die maagden die wachten en die wachten maar. En nog is de bruidegom niet in aantocht. Waarom duurt het zo lang, gemeente? Omdat Gods raadsbesluiten moeten worden uitgevoerd. Alle uitverkorenen moeten worden toegebracht. Allen die God de Vader in zijn eeuwige liefde verkoren heeft in Christus tot de zaligheid. Ze moeten worden toegebracht. En als de laatste is toegebracht aan die grote schare die niemand tellen kan. Dan komt de Heer Jezus terug. Dan komt hij terug. Ik vraag het nog eens. Waarom duurt het zo lang en vertoeft de bruidegom nog om te komen? Opdat u nog bekeerd zou kunnen worden en jij en je kinderen. En de Heer Jezus Christus zouden leren kennen tot hun deel. En onlang heeft die deur van de genade nu al opengestaan voor ons gemeente. Straks gaat die dicht, als de genadetijd voorbij is. Maar nu staat die nog open. Nu staat hij nog open. Haast u om uws levens wil. Het kan geen uitstel lijden, je bekering. Ik vraag het nog eens. Waarom duurt het nog zo lang dat de heiland terugkomt, welgemeente, om zijn gelovigen, zijn kerk af te bikken?
dat ze als stenen zullen worden ingevoegd in het eeuwige Godsgebouw. Dan moeten ze afgebikt worden. Doordat ze van genade alleen leren leven, om ze te louteren en klaar te maken voor de eeuwige hemelse erfenis. En de heiland vertelt verder dat die maagden die daar aan de kant van de weg wachten op de bruidegom, dat ze alle 10 in slaap vallen. Alle 10? Ja, alle 10. Eerst gaan ze knikkerballen en vervolgens vallen ze in slaap. De Heere blijft ook zo lang uit. En die dwaze maagden onder de kerkgangers, ze zakken weg, ze dommelen in. Het duurt nu al zo lang die wederkomst van de Heere. Eerst kwamen ze 2 keer per zondag in de kerk, nu nog maar 1 keer. En anders waren ze voor verschillende dingen van de gemeente nog op pad, voor de commissie en voor de vereniging, nu bijna niet meer. En hun Bijbel lezen voor de vorm wordt ook steeds minder en minder. En het naar gewoonte bidden, het zakt ook hoe langer hoe meer in de benen. Maar de Heere die roept uit zijn woord, ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ja, zet u maar ook die wijze maagden, die dommelen ook in. En die gaan ook slapen en de kanttekenaren die merken op. De ware gelovigen sluipen soms. Nog hun geloof en liefde wordt daarna wederom wakker. De ware gelovigen sluimeren soms wel. Doch hun geloof en liefde wordt daarna wederom wakker. En je ziet, gemeente, dat ook de fouten en de gebreken van Gods kinderen niet worden verzwegen in de Bijbel. En dan kun je ook uitzien dat de Bijbel echt de waarheid is. En dat ook de fouten en de zonden van Gods kinderen worden genoemd. Betijden liggen die ware gelovigen onder in de geestelijke strijd. Betijden is hun geloofsleven ingezonken en is hun hoop verflauwd op de eeuwige toekomst. En is hun uitzien naar hun bruidegom op een laag pitje. Maar de Heere is getrouw, gemeente. En hij schudt zijn kerk telkens opnieuw weer wakker door zijn woord en geest. Hij schudt ze steeds weer wakker om weer opnieuw te strijden tegen de duivel, de zonde en de wereldse verleidingen. En hij zal zijn werk voor zijn kerk voleindigen. En daarom zal die kerk er klaar voor zijn. Door het werk van de bruidegom en de koning van de kerk. Die waakt over zijn kerk en die ervoor zorgt. Door de bediening van woord en geest dat ze steeds weer bij de les komen. En te middernacht, vertelt de heiland, geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Dus hij komt toch. Ja, zeker, geliefde gemeente, dat heeft hij toch ook gezegd en beloofd. En dat doet hij ook. Van die dag en uren weet niemand dan God de Vader alleen. Maar die dag die komt. En er zijn ook de tekenen van dat die dag eraan komt. Kijk maar om u heen vandaag aan de dag en zie het maar bij het licht van de Heilige Schrift, het woord van God. Horen we niet de naderende voetstappen van de Heer Jezus, gemeente? Ziet u het ook niet dat de zonde hoe langer hoe meer vermenigvuldigt in de wereld, in de maatschappij en ook in het land en volk waarin we leven? En dat de liefdeloosheid steeds erger wordt en daar gaat ook de kerk niet voorbij. En Gods heilzame wetten, ze worden steeds meer aan de kant gedrukt. En Gods kinderen steeds meer vervolgd en verdrukt over deze aarde. Ook hier in ons land wordt het hoe langer hoe moeilijker om voor je Christen zijn uit te komen. Denk maar aan heel dat gedoe vandaag de dag over die genderwet. En denk maar ook waar onze reformatorische scholen mee in aanraking zijn. Hoe de overheid op allerlei manieren en mensen uit de samenleving en de politiek hun de knie als het ware op de nek zetten. Steeds meer komt de afval van het ware woord van God openbaar. En aan de andere kant zie je ook dat de Heer Jezus zijn evangelie uitzendt naar allerlei volkeren die met het evangelie worden
bereikt. En dat de Heere dan terugkomt. Hij zal komen omringd door ontelbare engelenscharen. Komen met een geroep, een stem van de aartsengel, met de bazuin van God, zal die nederdalen uit de hemel. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. En de heiland vertelt dat al die 10 maagden de lampen klaar willen maken. Maar die lampen van die 5 dwaze maagden, die gaan weer uit. Want ze hadden geen reserveolie meegenomen. Dat vonden ze niet nodig. En dan zeggen ze tegen die wijze maagden: geef ons olie van u. Maar zeggen die wijze maagden: dat kan helemaal niet. Want dan hebben we samen niet genoeg. Nee, gemeente, je kunt ook inderdaad niet zalig worden op het geloof van een ander. Je kunt niet behouden worden door het geloof van een bekeerde grootvader en grootmoeder, hoe rijk ook. Maar je zult zelf persoonlijk de Heere moeten leren kennen door en in Christus. En je zult zelf persoonlijk moeder, arm en naakt moeten leren vluchten tot Jezus die zalig maakt. En dan willen die dwaze maagden nog op weg gaan om olie te kopen voor hun lampen. Echter, ze komen te laat voor de bruiloftzaal. En ondertussen die wijze maagden, die wel de reserveolie mee zich hadden, ze mogen meegaan met de bruidegom en de bruid de feestzaal binnen. Christus schapen de ware gelovigen die hun heil in de Heer Jezus leren zoeken. Ze gaan de feestzaal eeuwig binnen. De verzekerde kinderen van God, maar ook de kleinen in de genade. De feestzaal eeuwig binnen om God en het Lam eeuwig te loven en te danken aan het bruiloftsmaal van het Lam. En dan gaat de heiland nog verder vertellen. En dat toen de deur van de bruiloftzaal, toen al die ware gelovigen en schapen van Christus binnen waren, toen werd die deur van die bruiloftzaal gesloten. En er kwamen die dwaze maagden voor een gesloten deur. En ze riepen nog: Heere, Heere, doe ons open. Maar het is te laat. En dan horen ze daar verbinnen de stem van de bruidegom: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Dat zal wat zijn, gemeente. Dat zal wat zijn. Dat je denkt straks binnen te kunnen gaan in de eeuwige hemelvreugd bij de bruiloft van het Lam. En dat het blijkt dat je eeuwig hebt vergist. En je komt voor een gesloten hemelpoort. Je staat eeuwig buiten. Ik ken u niet. Ik heb je nooit gezien als een arme smekeling en bedelaar aan mijn voeten. Met al je godsdienst ben je aan mij voorbij gegaan en nooit gelovig tot mij gekomen. Gaat weg van mij, gij werken der ongerechtigheid in het eeuwige vuur. Geliefde oudere jongeren, hoe staat het met ons oliepeil? Dat oliepeil van u, jou en mij. Het is nog genadetijd. Je kunt nog behouden worden. Daarom zoekt de Heere en leeft. Opdat wanneer de bruidegom komt en hij komt, dat we klaar mogen zijn om met hem binnen te gaan in de bruiloftzaal, in de eeuwige vreugd, om God en het Lam eeuwig te loven en te prijzen. Amen.